De beloofde fietsenstalling en openbare toiletten op de plek van het oude gemeentehuis in Naaldwijk zullen er dit jaar niet meer komen. En dat is vreemd, want in februari nam de gemeenteraad een voorstel aan om volgende maand al te beginnen met de aanleg. D66 Westland kreeg onlangs lucht van de vertraging en voelde wethouder Snijders aan de tand. Bicycletten is in de regio Haaglanden een grote stallingbeheerder. Zij hebben ook al een offerte verstuurd. Die offerte zat ook in het raadsvoorstel. Partijnenburg moet die bicycletten gaan bemannen. Die staat ook in de startblokken. Ja, het wachten is nu alleen op wethouder Snijders. En die doet alsof zijn neus bloedt. Want volgens wethouder Snijders maakt de nieuwe fietsenstalling op deze plek onderdeel uit van het plan voor een tijdelijk park hier. Daarover moet nog met omwonenden gesproken worden. De gemeente verwacht nu dat pas begin volgend jaar met de aanleg van de fietsenstalling zal worden begonnen. Dat gaat er bij D66 niet in. Nou, dat is gewoon idioot. Ik bedoel, als je belooft als college aan de raad, wij gaan dit doen en geef ons 4 ton en wij gaan gelijk aan de slag. En voor de zomer heb je zelfreinigende toiletten in Naaldwijk en Schravenzanden. En voor het eind van het jaar staat er een fietsenstalling met wc's, 300 plekken voor fietsen midden in Naaldwijk. Dan moet je dat ook gewoon doen. De wethouder liet verder weten dat hij de verbazing van D66 zal doorgeven aan zijn ambtenaren. Overigens komen er later dus ook nog openbare toiletten in de centra van Naaldwijk en Schravenzanden.